ben Karen van der Zwek. Ik ben 37 jaar. Ik heb kunst- en cultuurwetenschappen gestudeerd aan de Erasmus Universiteit. Ik ben marketeer voor culturele instellingen en festivals. Sinds 2010 is dus alweer het derde jaar. Ik had een hele saaie baan en die heb ik op een gegeven moment gewoon gezegd van ik stop ermee. En was ik aan het uitzoeken van wat ik nou eigenlijk wilde. En toen kwamen er allerlei klussen op mijn pad. En toen ben ik, heb ik toch de stap gezet om ondernemer te worden. En hoe bent u in Spanje terechtgekomen? Ik ben hier 6 jaar geleden komen wonen. Omdat dit een... dit was een plek waar ze toen deze huis opleverden. En die waren lekker groot en relatief wel betaalbaar. En er zat een tuin bij en dat vond ik ook wel heel erg belangrijk. Ja. En wat vindt u het leukste onderdeel van uw beroep? Ja, het echt iets verzinnen en zorgen dat het verder komt. Dat het publiek weet dat het er is. En dat het gewoon een heel mooi product oplevert. Ja. En hoe is het om ondernemer in Spanje te zijn? Ja, ik merk er niet zo heel erg veel van. Mijn werk zit toch veel meer in de stad. Mijn klanten die zijn vooral culturele instellingen in het centrum. En festivals ook meestal in het centrum. Ja. Wat zijn je plannen voor de toekomst? Voorlopig nog eventjes zo doorgaan. Het is een beetje afhankelijk van hoe de bezuinigingen allemaal worden. Ik werk in de culturele sector en daar gaan straks een hoop klappen vallen. Het kan zijn dat ze dan juist meer behoefte hebben aan freelancers. Maar het kan ook zijn dat ze gewoon veel minder gaan doen, waardoor er minder werk is. Nou ja, als dat het geval is, dan gaan we gewoon wat anders doen. Werkt u ook met andere ondernemers in Spanje? Nee, eigenlijk niet. Maar ik ben benieuwd wie hier allemaal zitten. En heeft u nog tips voor startende ondernemers? Zorg ervoor dat jij heel goed weet wat jij heel goed kan en wat je toevoegt voor de klant. En blijf dicht bij jezelf. Doe wat je leuk vindt.